Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren. Dan gaan we voor de Belsma Hijs en Heftechniek Jouwerenprijs. Paarden gaan op weg naar de startvakken. De 6 is favoriet Cora van Tora. Niet te verwarren met Cora van Mora, want die loopt zo hard niet. Niels Jongejans op de sulky. Paarden op de grasbaan. Draai in. Start gevallen. Start valt en uiteraard zijn ze vooraan goed weg. De 2 Cherokee en de 1 Hoeker Rossignol. En die twee gaan als eerste op weg naar de bocht. Cherokee leidt. Hoeker Rossignol ligt tweede. Op de derde plaats Betty Beukenswijk. En de vierde plaats. Hele goede start voor Aardpols met Clint Nijenrode. Zo gaan de paarden de bocht door. Galopaarden voor de 1 Hoeker Rossignol. De Happy Hoeker springt weg. En zo gaan de paarden de bocht door. Uitverschakeld nummer 1. 1 galop. En de Hoeker heeft vanaf nu een vrije dag. Zo komen de paarden voor de rechte lijn. En we gaan nog 2 ronden afleggen. Aan de relingzijde Cherokee. Aan de buitenzijde onder druk van Betty Beukenswijk. Daarachter aan de relingzijde Clint Nijenrode. En die wordt gevolgd door nummer 7 van Classic Wolthoeven. Dan Dr. Melfi, bekend uit de Soprano's. En daarachter volgt Tom Kooijman met Allegonda. Hij heeft hem goed van start gekregen. Paard hangt een beetje in de bochten, maar daar krijgt hij hem ook goed doorheen. Dan volgt Dolly Polly. En daarachter Cora van Tora, de favoriet. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Paarden gaan achter de tent langs en de eerste die erachter vandaan komt is Cherokee en John Dekker drukt het tempo. Aan de buitenzijde Betty Beukenswijk. Aan de relingzijde daarachter volgt Aad Pols met Clint Nijenrode. Daarachter zijn broer Ruud Pols met Classic Wolthoeven. En vijfde aan de buitenzijde is Dr. Melfi. Op de 6e plaats Allegonda. 7e plaats Dolly Polly. En de 8e plaats voor Cora van Tora. De favoriet moet ze dus allemaal voorbij. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. Als ze de finish passeren hebben ze nog 1 volledige ronde te gaan. Maar als je het ziet zo, zou je denken dat het al bijna finish is. Want ze gaan door 4 sporen naar voren. We moeten echt nog een ronde. Hopelijk weten ze dat allemaal. Dr. Melfi en Allegonda. Beide aan de buitenzijde. Aan de buitenzijde naar voren. En zo gaan ze de laatste ronde in. Helemaal aan de buitenzijde Allegonda. Dan hou je hard vast. Want die bochten is de favoriet van Allegonda niet. Maar Allegonda moet er nu wel doorheen. Gaat weer een beetje hangen in de bochten. Is naast Cherokee gekomen. Maar gaat er weer goed doorheen. Wat een handjes heeft die Kooijman toch. Tom Kooijman kan lezen en schrijven met Allegonda. En hij is nu naast de leider gekomen. En zo gaan ze de rechte lijn overzijde door. Allegonda geeft weer gas en heeft nu de leiding overgenomen. Cherokee ligt tweede. Clint Buitenzorg, Clint Nijenrode ligt derde. En daarachter Dr. Melfi valt terug. Aan de buitenzijde gaat nu naar voren Cora van Tora. En zo gaan ze de laatste bocht in. 1 bocht hoeft hij nog maar te lopen, Allegonda. Als dat lukt, dan gaat hij waarschijnlijk winnen. Allegonda is inmiddels halverwege de laatste bocht. En Allegonda heeft 3 lengte voorsprong. Op de 2e plaats daarachter volgt Cherokee. En daarachter aan de buitenzijde gaat naar voren Dr. Melfi, die maakt daar een galoppaarden. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Allegonda heeft een voorsprong van een lengte of 3. Allegonda, Kooijman is aan het werk. Aan de binnenzijde probeert Cherokee het. Maar Kooijman gaat het winnen. Wat een handen, wat een rijder. Het is Allegonda die gaat winnen. Allegonda voor Piet Siderius. 2e plaats Cherokee. 3e is Cora van Tora. En de 4e plaats voor Classic Wolthoeven, de 7.